Good afternoon. Dankie, Marieke, voor die verwelkoming. Personeellede en studenten. Ek is blij dat jullie allemaal hier is en dat ons bietjie met elkaar kan praten over hierdie belangrijke kwestie van mobiliteit. Dit is ook nou een onaangename tijd dat ons nou van Chris afscheid neem, waar ons denk aan hom en aan sy familie ook in die tijd. Nou, Tygerberg het unieke behoeftes en die span moes heel tyd heen en terug in hulle onderhandeling en hulle gesprekke met mense op die campus om seker te maak dat ons voldoen aan die unieke behoeftes van Tygerberg. So ek wil bietjie praat oor Tygerberg se unieke behoefte en die kwestie van mobiliteit. But let me start with a bigger picture. The university as a whole, we have embarked on what we think is an exciting process of planning for the future. We have decided to look at 2030 as an horizon, a further horizon, to begin to look at what we do and how we want to be known and be seen to represent at that time. This process is also taking into account where we're heading, not only as a university, but as a planet. And as part of this continent, also our country by and large. As universiteit is het ons doel om hoopskepping te wees, en ons doen dit deur die hoopproject, en u weet dat ons baie werk doen om seker te maak dat ons die navorsing van die universiteit, die kundigheid van die universiteit, achter die sake van ons samenleving gooi, en een van die kwesties is die kwestie van volhoubaarheid. So this is very much in line with our own practices, but also with practices internationally. In the run-up to Rio 20, earlier this year, the Higher Education Sustainability Initiative, which is part of the sustainability thinking within Rio Plus 20, they came out with a very strong statement that was supported by all the universities that were present, and it said more or less the following. It says that it calls on all academic institutions and the academic community worldwide to not only teach and research sustainability, but also to support sustainability in society and to practice sustainability on their own campuses. So Stellenbosch University is part of this big international quest for a more sustainable environment and a more sustainable university as well. Nou, baie van u sal weet dat ons in Stellenbosch besig is met die uitrol van die campus meesterplan vir fasiliteite en mobiliteit. Fasiliteite en mobiliteit gaan hand aan hand met mekaar. En ook hier op Tygerberg is daar groot planne met faciliteiten en ons, en u weet, ons is al die afgelopen tijd bezig om groot investerings te doen om u te ondersteunen met uw werk hier op Tygerberg. Maar die focus nou vandaag is op mobiliteit. So mobility is about how we get to campus and how we move around on campus. If you look at the circle diagram, you will notice it has the campus in the center with the next circle depicting the area around the campus, and the other outer circle, the areas that are further away through which you must come and move daily. So what are the options for getting to campus and moving around on it? The eerste ding is natuurlijk is belangrijk dat de mens, is lekker om op een campus te wees waar je eindelijk meestal kan stap. Op de campus hier is stap de beste manier om rond te bewegen. Stap besoedel niet, de omgeving niet. Dat kost mens niks nie, en het is boonop gezond. A Tygerberg campus is compact enough to make walking a good option. As you know, we have rolled out the Marty bike in Stellenbosch, and it can be considered for Tygerberg, but at this stage it is not in play as all the feedback that we got is that the surrounding area is not bike friendly enough. Nou, so die tweede moontlikheid is die van summer clubs, there are lift clubs. So we are so used to getting into our cars and driving to work
But what we want to urge you is to consider the question of lift clubs instead. Many people of our people already share a lift to campus, maar het probleem is dat het nogal moeilijk is om op kort kennisgeving iemand op te sporen samen met wie je kan rijden. En bij een keer doen mensen dat op kort kennisgeving. Die mensen wat gewoonlijk een luftklaps of langtermijn luftklaprijers, maar die mensen wat op kort termijn dit nodig heeft, het altijd een probleem. That is why we have launched a web-based service to link you up with people going in your direction. It is called Find a Lift, and it is a service run by an independent company who are doing groundbreaking work in this field. It is very easy to use the system, so your lift can be just a mouse click away. We ask you to visit Stellenbosch University's website for more information. It is www.sun.ac.za/sustainability. So, part of our mobility plan is to bring a lift closer to you, just a click away. Dan is daar die kwestie van openbare vervoer, wat een groter kwestie is. Openbare vervoer is natuurlijk een optie en in hierdie omgeving behoort het een optie te wees, maar ons weet dus niet makkelijk om op die manier bij die Tijgerberg campus uit te komen. Daarom is ons bezig om plannen te maken en is ons in onderhandelingen bezig om te kijken naar verdere mogelijkheden en opties voor Tijgerberg campus en omgeving. Zo, de eerste belangrijke ding is die pendelbusje. Ons beoog om een pendelbusje tussen die treinstasie hier aan de kant en die campus te kan hee. En dan kijken ons ook naar die mogelijkheid van een busje tussen Stellenbosch en Tijgerberg campus, tussen die twee campussen. En die mogelijkheid van andere routes wordt ook onderzoek. There is a bit of delay, however, with getting permission. And the reason is that our intended shuttle service does not fit any of the existing categories. And this was the biggest setback for us when we spoke to the people who should actually decide that we can start the shuttle service. They said, but there isn't a category for that kind of shuttle service for this kind of community. So they are now finding a way to regulate a new category. And we are in talks with the transport authority at provincial and local level to get the necessary permits. Once the system is operational, the idea is that you will be able to pay for your trips by loading money on your staff or student card and simply tapping the card when you board the shuttle. In the context van parkering, wat een baie belangrike saak is vir u hier op die campus, wil ek ook na 'n paar dinge verwys. Deur van samere geleenthede gebruik te maak of openbare vervoer, kan ons allemaal probeer help om voertuie op die campus te probeer beperk. To relieve the pressure, the mobility plan for camper for Tijgerberg includes a parking plan which has various components. Additional parking space has been secured on the hospital grounds. Booms will be erected in various places to ensure there is proper access control, and various types of parking will be created. The principle of recovering the cost of parking from end users will be applied as it will apply throughout the system. So, watter soorte parkering is daar? Nou, die geel parkering is vir besoekers in korttermyn dagparkering. En hulle betaal vir tydperk wat jy betaal daar vir die tydperk wat jy parkeer het. Die ligblauwe, light blue is parking at student residences. And the calculation is that of 1,056 rand per year, classified as reserved parking. Red is the staff parking. Gereserveerde en nie gereserveerde parkering, 1,200 per jaar vir gereserveerde staanplek onder dak, 1,056 per jaar vir gereserveerde staanplek nie onder dak. En dan 528 vir nie gereserveerde staanplekke. Purple, parking on the periphery, and this is still to be built, is mainly intended for students, 264 rand per year, unreserved and also not undercover. Student residences,
We also have 1,056 there per year classified as reserved parking. Donkerblou is ons beoogde voertuigpark. Universiteitsvoertuie in 'n voertuigpool. Jy hoef dus nie met jou eie kar kampus toe te kom nie as jy later uit moet gaan in die veld nie. Dames en heren, en ons weer die TSR het lank met ons gepraat oor die behoefte aan een voertuigpool en de verteenwoordigheid van een voertuigpool hier op die campus. En ons denk, ons is nou nagenoeg om vir hulle positieve boodskap daarover terug te gee. Ek weet, het is een groot sprong van waar ons vandaan kom. Maar ek moet op allemaal van u beroep doen, soos ek het doen op al ons campusse. Ons moet ons deel doen as 'n universiteit binnen die context van Rio Plus 20, maar ook binnen die context van ons eie waardes en ons eie verbintenis tot volhoubaarheid. Vir ons stad en ons land en ons planeet. Going green has become the clarion call of our age, and green is the new maroon. The good thing is that we can all do something to help save our planet. En Maartie is het nog altijd die pas aangegee. En ek denk ook in hierdie context sal het goed wees as ons een voorbeeld stel, as ons die eerste lesse probeer leer, en as ons daardoor help om kopskuif in ons hele land moontlik te maak. It will take a mind shift from us as well, but a mind shift is always a good thing in a world that is continually changing. Ek sê vir u baie dankie en ek waardeer dat ons by mekaar kan wees. Hier is 'n aantal seniors personeel van die universiteit wat hier is, wat jarenlang gewerk het. En ek sê jarenlang, maar as my net omdat party van hulle grys hare het, die meeste het nie. Omdat hulle lang gewerk het aan hierdie program en project en ons nou op die punt is waar ons vir u die inligting kan deurgee en die loodsing kan doen. Baie, baie dankie.